Wacht. We gaan alleen even jou filmen. Oké, ik ben weer op kantoor en het allerknapste persoon ter wereld staat hier. Oké, die wordt heel ongemakkelijk. Maar kijk, Kay heeft de ketting zo leuk gecombineerd met een grotere. Misschien moeten we die als set gaan verkopen. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdagochtend. En het is 9:30. Olivia is net naar de crash en ik ga naar afspraken. Dit heb ik aan vandaag. Deze trui van Ralph Lauren. Deze jurk van Edited. En mijn mango laarzen. En ik pak zo mijn Louis Vuitton tas. Ik heb ook een lunch met Louis Vuitton vandaag. En ik ga naar kantoor en naar de verjaardag van mijn broer. Dus ik ben de hele dag weg eigenlijk. Dus let's go. Ik ben na een lange dag aangekomen op kantoor eindelijk. En ik ben nu aan het proberen door mijn mails heen te werken. Wat nogal een klus is. Maar goed, en we zijn druk bezig met alle orders om de ketting. Want we hebben super veel orders gekregen voor deze ketting. En we zijn eigenlijk ook uitverkocht. Meer dan uitverkocht. Dus ik ben even aan het kijken of ik nog meer kan laten maken. Dus hopelijk weet ik dat voor het eind van deze vlog. Zodat mochten jullie ze willen bestellen, dat dat nog kan. De info voor het bestellen zet ik overigens altijd hieronder. Ja. That's it. Mijn broer is jarig, dus ik ga vanavond naar mijn vader toe in Sassheim. En daar ga ik eten gezellig. Olivia gaat ook mee, die halen we straks van de crash. En voor de rest ben ik heel druk bezig eigenlijk met voorbereidingen voor Fashion Week. Ik ga naar Londen, Milaan en Parijs Fashion Week. En tussendoor ga ik met Dior naar Grasse in Zuid-Frankrijk op een reis. Dus ik moet best wel veel reizen en daar moet ik heel veel voorbereidingen voor doen. Want het lijkt misschien niet altijd zo, maar zo'n Fashion Week bijvoorbeeld heeft best wel veel voorbereiding nodig. Dus je moet alle aanvragen voor de shows doen. Heel veel merken die willen je kleden voor de show. Dus dan moet je door lookbooks heen en lookbooks uitzoeken. Nou ja, hotels, logistiek, vluchten, schema's. Dus daar zijn we mee bezig. En ik doe ook nog in september een event met Tommy Hilfiger. Even kijken, deze vlog komt zondag online. Dus aankomende week gaat die Instagram post online komen. Dat is een giveaway voor een heel leuk event. Waarbij we de Tommy Hilfiger show live gaan kijken. In Tommy Hilfiger winkel met mij samen. En dat is een leuk event dat ik dus met Tommy doe. Dus mochten jullie daar meer over willen weten, volg mij dan op Instagram. Het is gewoon @queenofjetlags. Dat wilde ik zeggen. En ik had gisteren een live gedaan. En ik had het over mijn vlogs en zo. Een aantal mensen zeiden dat ze vonden dat ik de laatste tijd een beetje te veel van de hak op de tak spring in mijn vlogs. En dat begrijp ik wel. Maar ik heb het gewoon zo druk sinds ik terug ben uit Amerika. In Amerika had ik best wel veel vrijheid. En kon ik een beetje gewoon doen en laten wat ik wilde. En ik zit nu heel erg gewoon met mijn hoofd eigenlijk er niet bij. Eigenlijk gewoon echt heel erg met werk. Na zo'n zomer komt ineens zo op je af met mails en dat soort dingen. En ik heb een personeelswisseling hier ook op het moment. Sanne, die gaat niet weg. Die kennen jullie natuurlijk. Mocht jullie dat afvragen. En we zijn bezig met nieuwe stagiaires ook nog. Dus echt van alles is er aan de hand. Dus dan weten jullie dat een beetje. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. Met Olivia gaat het goed. Met Sanne gaat het goed. Met Bibi gaat het goed. En ik ben gisteren dus bij de introductie van Bibi haar nieuwe school geweest. Dat was heel erg leuk. Voor de rest heb ik... deze week ben ik dus lekker in Amsterdam. En ik heb heel veel afspraken. Allemaal zakelijke afspraken. Heel veel vragen van jullie vragen aan wat voor werk ik doe. En ik spreek dan bijvoorbeeld af met merken. Die willen samenwerken. En dan is het fijn om elkaar af en toe ook even in het echt te zien. In plaats van op de e-mail. En te bespreken wat mijn plannen zijn. Wat hun plannen zijn. Hoe we samen kunnen werken. Dus dat soort afspraken heb ik deze week eigenlijk heel veel nog. En daarnaast ben ik gewoon dus bezig met de voorbereiding van Fashion Week / maand. En ik wil eigenlijk ook weer beginnen voor YouTube met andere video's te filmen. Dus een nieuwe Q&A. En nou ja, wat jullie maar leuk vinden, weet ik nog niet. Andere video's. Dus doe even een duimpje omhoog als jullie dat leuk lijkt. Daar ben ik ook aan het voorbereiden. Nou ja, dat soort dingen eigenlijk allemaal. En... ons huis aan het opruimen. Echt gewoon. Het is echt zo'n get your life back together tijd. Maar goed, ik ga er in ieder geval op letten dat ik meer film. En dat de vlogs niet echt van de hak op de tak zijn. Want het is niet leuk om naar te kijken. Dus ik hoop dat deze vlog leuk wordt. Hey Sander. We zijn weer thuis.
We zijn verslaafd aan dit. Wat zoek je? Afstandsbediening. Oh, daar ligt er een. En was het een verjaardag gezellig? Ja. We hebben heel lekker gegeten, hè? Ja. Ja. Lekker. En Olivia ligt op bed. En wij zijn allebei een beetje moe. Mensen vragen wanneer de kookvideo's weer terugkomen van jou. Ah ja. Cooking with DJ's. Ja. Ik ben heel druk in de studio. Maar dat is geen excuus, maar dat... it's coming. It's coming. Ik beloof het. Goedemorgen. Het is vandaag woensdagochtend. Ik heb Olivia net naar de crèche gebracht. En ik ga nu mijn eerste afspraak in. Hey Sander. Hey. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Facebook messages aan het beantwoorden, I see. Oké, gezellig. Ik ga even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb aan deze trui van Brandy Melville. Deze Louis Vuitton tas. Deze broek van Alex de Label. Deze Miu Miu schoenen heb ik daaronder. Maar die broek valt er in principe overheen. En ik heb mijn eigen ketting om. Kan je bestellen via team@queenofjetlags.com, een Amsterdam ketting. En deze ketting die misschien ook binnenkort uitkomt. En de bel ging. Dat betekent dat de accountant er is. Ja, hè? Dankjewel. Ik ben na de afspraak met mijn accountant naar Etoile gegaan. Dat is een winkel waar ze echt super veel mooie vintage designer tassen hebben. En je hebt er 3 in de stad en ik ben nu in die van de Reestraat. En ik zal heel even snel een stukje filmen wat hier allemaal is. Want jullie vragen heel vaak waar ik designerspullen koop. En dit is echt een hele goede winkel om naartoe te gaan. Hier allemaal Louis Vuitton. Ik heb die bucket bag en een rugtas. Even kijken of ze die hier ook hebben. Deze heb ik zelf. En jullie hebben ook een rugtas, toch? Die zag ik net staan. Ja, hier. Oh ja. Ik heb 1 maatje kleiner heb ik van deze. Maar deze is ook wel lekker. Hier kan je je laptop denk ik in doen, hè? Ja. Die is ook wel nice. Dit is ook allemaal leuk. Zijn die allemaal van Pucci? Van Hermès. Allemaal? Deze is ook mooi. Deze? Ja. Is heel mooi. En deze is van Victor Wolf. Oh ja. Is ook heel mooi. En hier zijn allemaal accessoires. En dit is helemaal een mooie kast. Deze vind ik heel mooi, die grote. Ja, is echt een classic ook. Maar die vind ik ook wel heel leuk. Die doorzichtige. Oh, daar is nog een grote. Dus er is van alles hier. En dit zijn Burberry, vintage Burberry. Ja. Nice. En schoenen. Deze Chanel riem is trouwens ook echt super mooi. Ik heb ook een vintage Chanel riem, zoals jullie weten, die draag ik ook heel vaak. Yes. Ja, deze tassen die gaan allemaal mee voor Fashion Week. Deze vind ik ook heel cool. Ja, ik ben naar Amerika op vakantie geweest. Ja. Waar van Amerika? Naar Los Angeles. Oké. Ja. En jij? Nog niet echt. Ik ben een paar dagen in Spanje geweest. Oh, lekker. Maar dat was niet echt een vakantie. Ik was even op bezoek bij iemand. Maar voor de rest nog niet echt. Nee. Ga je nog wel? Ik wil wel, misschien in december. Oh ja, dat is een fijne tijd om te gaan. Ik denk dat ik nog heb. Wacht. We gaan alleen even jou filmen. Oké, okay, ik ben weer op kantoor en het allerknapste persoon ter wereld staat hier. Oké, okay, die wordt er ongemakkelijk. Maar kijk, Kay heeft de ketting zo leuk gecombineerd met een grotere. Misschien moeten we die als set gaan verkopen. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? En Kay heeft het mooiste kantoor ooit. Ever known to mankind. Maar ik mag het niet helemaal filmen, want het is nog niet op zijn perfecties. Maar hier zien jullie alvast één hoek. Super. En daar is Romy, de collega van Kay. Ja, dit is echt gewoon te huilen zo mooi, jongens. Ik ben weer in mijn kantoor. Boven Kay. Waar het nog niet zo mooi is als bij Kay. Ik ga zo trouwens meer filmen, maar het moest even opgeruimd zijn. Ja,
Ik ga e-mails doen. En oh ja, ik heb nog wat pakketjes binnengekregen. Waar zijn mijn pakketten? Daar. Jullie staan nu op een pakket. En ik had van Danique van Most Wanted 3 dingen gekregen. Deze jas. Die is wel toepasselijk nu. Het buiten regent en koud is. Het is echt zo'n lekkere... Hij is zo zacht, deze jas. I love it. En ik vind de kleur ook heel mooi. En ik had... deze jurk gekregen. Ik moet wel even kijken of deze kleur mij staat. Maar ik vind hem in principe heel cutie. En deze broek. Die is echt top. Een soort van rip zwarte flare broek. Maar dat draag ik gewoon echt super veel op kantoor. En voor baby on naar de crash te brengen. Waarom ben ik niet scherp? Ja, nou ja. We gaan eventjes weer verder met de e-mails. Oh, ik zit in mijn broek. En wat wilde ik vragen? Ja, ik heb 2 vragen. Ik heb 2 mededelingen. 1 is dat we weer gouden kettingen binnen hebben. Dus die kunnen weer besteld worden. Dus hieronder hoe je die moet bestellen. Goud en zilver hebben we trouwens allebei, toch? Goud en zilver. En een andere vraag. Ik heb een hele belangrijke vraag aan jullie. Dat is... wat zal ik met mijn haar doen? Want ik heb mijn haar zat. Ik heb het nu ook een aantal dagen niet gewassen of geborsteld. Dus het zit sowieso niet. Maar kijk, het is gewoon zo. Deze lengte, blond. Ik wil het er iets blonder, maar dat ga ik bij de kapper doen. En ik zat eraan te denken om een lok te doen. Zeg maar echt bijna pony slash lok. Dus zeg maar zo. Alleen, nu denk ik... want ik heb echt best wel smal gezicht. Dat misschien mijn gezicht nog smaller kan maken. En daarnaast draag ik mijn haar heel vaak zo naar de zijkant. Dus dat is een vraag. Of ik kan het misschien afknippen, zo'n stuk tot hier. Deze lengte. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar zoals jullie weten, als je me op Instagram volgt, is dat ik heel veel van die haarfoto's van achter maak. En ik denk dat dat minder mooi is als ik wat korter haar heb. Ja, dilemma. Dus laat hieronder een comment achter met jullie mening. Je kan alles zeggen wat betreft mijn haar, wat jullie denken dat mooi bij mij staat. En nu... ga ik verder werken. Ik ben weer bij Kay. En we mogen filmen. Kijk, hoe leuk. Ik kan niet wachten tot wij ook die eettafel hebben. Maar het gaat volgens mij nog langer duren. En daar she is. Kay Sutherland. Nou kijk. Deze stoel. Ik ga hem eerst nu mezelf bestellen. Ga ik nu meteen doen. Want anders is hij waarschijnlijk op. Als jullie weten waar die van is. Quantum, hè? Ja, maar deze vlog komt zondag online, dus dan heb ik mij nou aangeschaft. Hij is 150 euro van de klanten. Deze heeft ze uit Marrakesh. En die is heel vet. Wat vinden jullie van dit soort kleding? Ik vind het heel vet. Ik wil er eigenlijk één voor bed kopen, als bedsprei. Ja, ik wil het ook. Had je deze niet op de bank liggen thuis? Ja, maar durf niet op bed te doen, want dat vind ik echt goor. Goor? Ja, die Marrakesh kleding zijn anders gewoon van 10 Het zijn bruidsdekens, toch? Ja. Dat is toch zo? Dat heb je deze ook als bruidsdeken gekocht? Ik zie naar kameel eerst. Is waar. Ja, maar je gaat er toch niet onder slapen? Dit hou je toch van je bed af? Ja, soms dan wissel je deken weer onsnaps en voor je deken. Ja, dat is wel waar. Dan heb je al kamelen halen. Je hebt een punt. Deze kast is tweedehands, hè? Ja, heb ik via Marktplaats. Via Marktplaats. Nou, hier hebben ze allemaal leuke rommeltjes zo staan. Ja, echt. En dit zijn 2. Hier zijn alle stagiaires van Kay. Hoi. En werknemers. En werknemers. En hier zijn alle kleurrijke armbandjes. Kay haar merk heet Forever With Everyone trouwens. Kijk daar. En dit is ook leuk. Kay, die stoel is ook tweedehands, hè? Ja, ook kringloop. Ook kringloopstoeltje. Die telefoon is trouwens ook echt leuk. En dit is ook allemaal heel leuk. En dit ook. That's it. Ja, je kan goed Engels, dus daar is nul probleem mee. Oh, een leuke jas. Deze jas van Blokker gezien? Nee. Ik ben klaar met Workie en Kay gaat mij een lift naar huis geven. Jee. Is die, had Fief die niet ook? Zo handig, zo'n buurvrouw. Ja. Fief heeft wel zoiets, maar... van Supertrash had zij hem. Volgens mij heeft zij die bij Dani of zo. Nee, van Supertrash. Ja. Mijn is van... ja, hij was heel duur. Ik weet nog dat ik spijt had.
Maar ik heb nu Parijs gekocht bij American... Vintage? Nee, die andere. Niet American Apparel sowieso. Nee. Dat is nu failliet. Dat is niet American, maar dat is iets met vintage. Nou. Nou, zo. Urban? Nee. Nee. Oké, okay. ik ga no one doen. Knows. Zo, hé hey meisje. Vind je het leuk dat mama thuis is? Deze onza. Ja? Olivia, doe je tong eens uitsteken. Olivia? Olivia? Oh, vlees. Vind je de Chanel tas mooi? Olivia? Olivia? Dat is mijn nieuwe Louis Vuitton tas. Kijk. Mooi is die, hè? Wil je hem lenen? Hij staat je prachtig. Hij staat je prachtig. Nou, ga je naar je werk? Ga je naar de crash? Doei, doei. Heb je je tas laten vallen? Hi Sander en Bibi. Hi. Jullie lievelingspersoon is weer thuis. Olé. Ben je daar blij om? Geef je stiefmoeders een dikke kus. Hi schat. Wat leuk om je te zien. Zo gemist. Wat leuk om je te zien. Hoe was sportdag op school? Leuk. Bibi is nu een middelbare scholier. You like it? Was het leuk? Ja, zo leuk. Ja? Heb je een leuke klas? Mm-hmm. Wel leuk. En heb jij ook een leuke klas? Ja, dat is oké. Okay. Olivia! Bestaat uit... Wat ben je aan het koken? Kip tandoori. Hey! Maar dit is Bibi... Maar dit is Bibi aan het koken, hoor. Ja, dit is Bibi, maar gaat nu één keer in de week koken, toch? Ja. Hoe ging tennis? Was het moeilijk om weer te tennissen? Nou ja, ik denk dat ik het ook niet meer kan. Het was zo heftig gewoon. Behalve ik. Monica en ik stonden vorig seizoen bijna op Wimbledon. Dus ik ben benieuwd hoe het na de zomer er weer aan toe gaat. Lekker, ik heb er zin in. In het eten. Oké, Polly en ik zijn lekker even in bad geweest. Wat is er? En lekker schoon is Olivia. En nu krijgt ze melk. En dan gaat ze lekker naar bed. Kay, tante Kay is thuis. Kay, wil je slapen? Nee. Slapen? Oké. Okay. Oh, slapen. Vliegen. Wil je naar Bibi vliegen? Nee, kan ik met mama? Naar bed vliegen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben al even wakker. Ik heb zelfs ook al afspraken gedaan. En ik ga nu even snel een broodje kaas maken. Want daar heb ik zin in. En dan ga ik... tennissen met Mo. En Lars gaat ook mee. Ik weet niet of hij kan tennissen. Vast wel, want hij is sporty. En Sander gaat ook mee. Sander kan wel tennissen. En Monica en ik zijn natuurlijk heel goed in tennis. Ik heb deze tas vandaag om. De Big Chanelio. En ik heb de sportkleding en ik heb dit shirt even aan. En mijn witte trainingsbroek. En ik ga daarna heb ik nog twee afspraken. Dus ik zat een beetje te denken. Ik heb wel parfum en deo en zo bij me. Ik zat te denken, zal ik een andere outfit meenemen, maar ik hou lekker dit gewoon aan mijn afspraken. Dat kan wel toch? Dit is dat shirt van de Monkey trouwens. I love it. Die ga ik hieronder linken. En ja, wat heb ik verder te vertellen? Niet zoveel. Oh, ontbijtkoek. Die vindt er ontbijtkoek nog meer echt super lekker. Ik vind dus niks lekkerder dan de dag beginnen met koffie. En een stuk ontbijtkoek. That's very nice. Ja. En hopelijk nog even tijd om naar die office te gaan ook. Want daar heb ik nog geen tijd voor gehad vandaag. Maar goed. That's it. Zie jullie zo. Hey Sunny. Hoi schat. Ga je vanavond koken voor de vlog? Met Hugo? Hebben jullie daar geen zin in? Ik ga vanavond koken met Hugo, dus ik wil, als jij dat wil vloggen, dan mag dat. Dat is leuk. Als je mij tenminste geld geeft. We zijn on our way to the tennis. Zin in? Ga je Lars inmaken?
Lars speelt in Groningen, wat dacht je zelf? Wij zijn Amsterdam, schat. Nee, Lars gaat mij helemaal kapot slaan. Met een nulletje of... met een love game of... nee, love set of twee. Helemaal kapot maken. Because he's a fit boy, you know? Mm-hmm. I'm just a big old fat boy. Fat. Fat boy overweight. Versus fit boy. Overweight... 50-something boy. Running up to 50. Ik zei net in de auto tegen Sander van, denk je dat Lars je gaat inmaken? Ja, ik heb een hele drukke baan, schat. Hij zit in de auto naar de tennis. En het ging heel goed. Maar nu is het dus weer bewolkt. En elke keer als wij tennissen schijnt de zon. Dit is echt fantastisch. Het ruikt echt zo erg naar mannenzweet in deze auto, vind je niet? Nee. Lekker, hè? En Sander en ik hebben een afspraak. En volgens mij gaan we eerst naar de snackbar en we gaan... we hebben een afspraak. Oké, okay, I am home. Ik ben aan het vloggen, maar ik ben blauw op de een of andere manier. Heb ik een rare instelling gedaan? Ja, Olly slaapt. Ik heb Olly net naar bed gebracht. En we gaan nu eten. Mijn broer en zijn vriendin, tenminste, verloofde. Hallo, Hugo. Hallo, baby. Burrito time, baby. Burrito time. We hebben eten besteld. En... Hi, Sam. Hey. Hey. En we gaan burritos eten. Mexicaans eten besteld. En Olivia heeft een enorme bende gemaakt. Sorry. Wat ooit... Lekkers waren. Dus ja. Ik heb veggie taco's. Wat heb jij genomen? Kip taco's. Ja. Wat heb jij genomen? Wat heb jij genomen? Oh, ik heb een burrito. Een kip burrito met spicy habanero sauce. Lekker. Spicy. Dus wij hebben die video's gepost. Ik vind het zo kinderachtig. Dat zeg ik echt niet snel. Maar we hebben een video gepost voor charity voor Dior. Ik heb hem gisteren gepost. En Monique heeft er vandaag een gepost. Waar we ook allebei in zitten. Ik heb hem gezien. En het enige wat mensen achterlaten. Dan denk ik van deze video voor charity. Is dat we zo slecht Engels kunnen. Ja, maar de cameraman kan in die ene seconde video van jullie niet eens de camera scherp houden. Dus dat is eigenlijk nog veel erger. Nee, dat is de bedoeling. Dat is een effect. Nee, dat is een super hipsterachtig effect. Nergens voor nodig. Nergens voor nodig. Oké, okay. Anywho. Ik vind het wel jammer, want ik vind het zelf een heel mooi filmpje als je hem niet gezien hebt. Instagram, @kinozetbex. En ik vind dat zo onnodig dat iedereen dan gewoon elk ding om maar iets te zeuren gebruikt om te zeuren. Denk ik van kijk even naar de tekst en zie dat het voor charity is. Zonder mensen af te kraken. En daarnaast dan post je toch zelf filmpjes van jezelf in het Engels spreken. En ik heb gewoon op tweetalig onderwijs gezeten. Dus met mijn Engels is niks mis. Terug naar school, Noortje. Gewoon terug naar school. Nee. Anywho, let's eat. Goedemorgen, Olivia. Nee, jullie gaan te snel. Meer? Good morning, guys. Ik heb net Olivia naar de crèche gebracht. Wow, ik zie eruit op deze camera. In de allerergste regenstorm ever. Maar ik had een pet op, dus mijn haar is nog een soort van droog. En ik ga me even opmaken. Ik heb een nieuw palet dat ik gebruik. En dat heet... Monica heeft die voor mij gekocht in de Sephora in Amerika. En hij heet Tarte. Hij is van Tarte en hij heet Pro To Go. Maar ik vind die kleuren echt... Nou ja, voor degene die Tarte gebruikt hebben. Het is zo gepigmenteerd. Kijk. Ik gebruik deze kleur op mijn ooglid. En dan deze twee in mijn crease, of hoe dat heet. Deze in de binnenkant van mijn ogen. En die doe ik er soms nog overheen. En die soms ook. Maar ja, ik gebruik ze eigenlijk allemaal. En ik kreeg net een pakket binnen van Naked. Daar moet ik sowieso even foto's van maken voor mijn Instagram. Maar ik dacht, het is ook wel leuk om dat voor YouTube even te doen. Omdat ik die kortingscode heb. En volgens mij vinden jullie dat ook wel leuk.
Ik zal alle items zo even hieronder linken. De code is, volgens mij is de code, ik weet niet of die altijd geldig is. Ik heb het idee eigenlijk van wel. De code is Noord20. En dan krijg je 20% korting op Naked. And I love Naked. Zo'n leuk item. Maar deze bestelling is wel echt mijn favoriet. Dus ik ga zo eventjes beneden dat filmen. Ik vind deze kleuren zo mooi. Ik ben hier echt heel blij mee. Volgens mij van Mo hetzelfde pakket. Kan je Tarte eigenlijk in Nederland kopen? Ik ga het even onderzoeken. En als ik dat kan vinden, dan ga ik dat hieronder ook linken. Trouwens, gisteren keek ik naar... vannacht was ik aan het kijken naar YouTube. Ik was een beetje verdwaald geraakt, wat jullie waarschijnlijk wel kennen. Dus ik was die Power of Makeup aan het kijken van Nicki Tutorials met Kim Kardashian. Wat echt super leuk was om te zien. En daarna keek ik naar zo'n nieuwe video van haar van de werelds meest dekkende foundation. Die had zij getest en ik was helemaal obsessed. Dus uiteraard als een echte internetfreak ga ik dat zo ook even bestellen. Want ik wil die natuurlijk ook testen. Want ik hou echt van dekkende foundations. Dat vind ik heel mooi. Maar goed, ik maak mijn make-up even af. En anders wordt de video te lang. En dan zie ik jullie zo. Dan ga ik zo even het pakket unboxen. En nee, ik doe wel gewoon een try-on. Dan ga ik even alle outfits aantrekken die ik heb gekregen. Dit is overigens wat ik vandaag aan had. Echt de grootste slobber outfit ever. Maar I love it. Deze off-white trui. Als ik hem nog kan vinden, link ik hem hieronder. Ik heb hem via Farfetch gekocht. Dit is de print op de achterkant en die broek van Most Wanted, die zit ook super lekker. Die flared. Ja, let's get started met Naked. Oké, het eerste item is misschien al wel mijn favoriet. Dat is deze witte off-shoulder top en hij is echt super boxy en oversized. En I love it. Dit heb ik erbij aan. Ja, alle linkjes komen dus hieronder en je krijgt 20% korting met mijn code. Ja, that's it. De Levi's is van mezelf, maar Naked verkoopt ook vintage Levi's. En sorry, alles is echt episch gekreukeld. Dus ja. Oké, het thema van deze haul gaat echt worden off-shoulder tops volgens mij. This is the next one. Kan je ook zo doen, maar ik vond hem een beetje oncharmant bij deze broek als ik hem zo doe. En die is blue striped. En ook wijde mouwtjes. Jongens, trouwens... Die lichtgroene jurk heb ik hier niet, want die zit in de was. Die had ik naar Stockholm aan. Die is ook van Naked. Ik zal hier nu even een foto erin doen. Want dat is eigenlijk ook wel een van mijn lievelingsitems. Dus die kan je ook shoppen. Oké. Guess what? Another off-shoulder top. Deze is wat korter. En heel erg bouncy, flouncy. Staat die? Wat ja. Tussendoor? Weer er tussendoor. Wat wil je zeggen? Ik wil even het ophouden met te doen. Waar? Ben je aan het filmen? Wat zeg je? Ik ga het even niet op. Ik heb het niet eens door dat ik dat doe. Oké. Ik ga het afleren. Deze top. Bouncy, bouncy. Oké, dit is mijn persoonlijke favoriet van vandaag. Want dit is gewoon een blouse, maar dan met extreem wijde mouwen. En dat vind ik echt zo cool staan. En het is ook leuk met alles. Rokjes, spijkerbroeken, anything. Shorts, alles. Is dit leuk? Dus dit is mijn favoriet. Ik weet wel dat hij vaak is uitverkocht. Ik heb een maat 36, dus ik zou de site even in de gaten houden. Ik link hem hieronder. Alleen, ik weet dus niet of hij op het moment is uitverkocht of niet. Maar hij komt wel vaak terug. Dus ik zou hem even in de gaten houden, mocht je ook precies naar dit op zoek zijn. Want dat is wel heel nice. En dit jurkje. Dit is er in heel veel soorten... formaten deze print. Maar ik vond deze echt heel leuk. Want ik dacht dit is ook super leuk in de winter voor over een kooltrui of over een t-shirt of iets. En hij is zo lang. Ik heb hem volgens mij een small of maat 36. Maar ik vind deze echt super nice. Dit is de volgende jurk. Hij pikt wel de kleur ietsjes anders op. Maar dit is een rozige jurk. Ik vond hem heel leuk. Maar ik dacht ook, hij is zo leuk. Maar hij is ook leuk. Om zeg maar iets meer casual, een soort van kimono over een spijkerbroek gewoon te dragen. Oké, ik weet niet of dit iedereen smaak is, maar I love it. Deze broek is ook van Naked. En ik ben zelf echt super lang op zoek naar zo'n broek geweest. Volgens mij is het ook een vintage broek. En ik vind het wel leuk om met hakken aan te doen, maar het kan natuurlijk met van alles.
En last but not least, misschien had ik deze beter bij de Levi's aan kunnen doen, maar deze super nice golden top, die is leuk voor bij een vintage Levi's. En I love it! Oh ja, voordat ik het vergeet, het is nu al gekreukt. Dit pak heb ik ook van Naked. Ik zal een foto hierin doen. Ik heb hem al een keer op Insta gehad en in de vlog. En bij die Dior shoot. Ook van Naked. En dat was de haul voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Let me know wat jullie het leukste vonden. Ik ga ook de vlog afsluiten. Alle linkjes vind ik hieronder van Naked. Vlog afsluiten, ja. Vergeet niet te subscriben. Ergens hier een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond. En ik zie jullie woensdag weer.